Welkom allemaal bij een nieuwe video van Forza Horizon 4. En vandaag gaan wij deelnemen aan een event genaamd AMG vs. M-Power. En zoals jullie misschien weten, AMG is Mercedes, M-Power is BMW. Dus eigenlijk een beetje Mercedes vs. BMW. En voordat we daaraan deel gaan nemen, wil ik ook eerst nog even deelnemen aan een ander championship. Daar was ik mee bezig. En dat is voor saloons. Dus daarbij kunnen we ook deze auto's weer gebruiken. Dus dat sluit mooi aan op elkaar. En ik zit momenteel in mijn een BMW M2. Dat is wel een vette auto en ik neem aan dat we deze ook kunnen gebruiken. Volgens mij is het event tot auto's van 800, dus ik heb hem net onder level 800 gehouden. Dat ik vrij zeker ben dat ik hem kan gebruiken. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk nog eventjes wat wheelspins openen. Want in de vorige video hebben wij die 50 wheelspin opening gedaan. En heb je die video niet gezien, ga hem eerst even kijken. Kleine spoiler, het verliep niet helemaal zoals ik had gehoopt. Dus we gaan nou eerst nog eventjes wheelspins openen. En ik had toevallig net nog een melding gekregen van Super Wheelspins. Dus daar beginnen we mee. Misschien dat we vandaag wel meer geluk hebben. Ik zie al veel geel. Dat is altijd mooi. Dan moeten we het alleen nog ook krijgen. Oh my god. Nope. Diepe, diepe zucht. Oké, laatste. We krijgen er twee, dus dat is altijd mooi. Ik zie wederom veel geel. Maar wij moeten doen. Ah! 175k, 20k. En die Volkswagen bus. Die bus, ik heb er al één. Maar die 175k is wel mooi. We zitten momenteel over de 11 miljoen heen. En die andere 5 wheelspins die openen we later in deze video. Ik wil niet alles gelijk gaan openen. Maar ja, we gaan eerst even dat championship afmaken. Dat was volgens mij ergens boven de map. Ik heb eerder één race gedaan. En ik heb het toen niet afgemaakt, dus dat was buiten video's om, dus hier, die witte events. Super saloons, zoals je kan zien, van level 100 tot 800. En welke race zullen we eerst doen? We hebben er hier eentje, en hier eentje. Weet je wel, we beginnen met deze. Is toch dichtbij. Kijk, daar kunnen we mooi heen rijden, prachtig. Kan ik gelijk deze auto een beetje leren kennen. Want ik heb hem net getuned, maar ik heb hem nog niet gebruikt. Want die eerste race van die Super Saloons had ik gedaan met een Infiniti, volgens mij. Dat beviel me trouwens echt waanzinnig goed. Die auto was insane. Die auto was echt heel erg goed. BMW's moeten over het algemeen goed zijn. Ik weet niet wat beter is, de BMW of de Mercedes. Het is natuurlijk ook wel een beetje afhankelijk welke je pakt. Het is niet zo zwart-wit, maar we zullen zo meteen even kijken welke ik het fijnste vind. En ik vraag me eigenlijk wel af wat de meeste mensen vinden in de comments. Wat hebben jullie liever? Hebben jullie liever een BMW of een Mercedes? Want ik persoonlijk ben meer voor Mercedes. Maar er zijn zeker mooie BMW's bij. Waaronder dus deze M2. Ik had eerder die Infiniti gebruikt. En ik heb het idee dat die echt een stuk sneller was dan deze. We rijden alsnog wel 240, maar... I don't know. Die Infiniti, van wat ik me herinner, was een stuk sneller. En ze zitten toch beide in dezelfde categorie. Beide onder 800, dus... Beetje een raar verhaal. Maar ik hoop dat dit snel genoeg gaat zijn. Ik hoop het, want als dat goed is, krijgen wij ook een auto als wij dit championship winnen. Volgens mij is dat een TVR. Ik weet ze niet precies welke TVR. Ik ben er ook totaal geen fan van. Ik vind het een verschrikkelijk merk, maar ze zijn wel snel. Hier is het dan. De Rail Yard Express. En... Ik realiseer me nou pas dat ik mijn speakers aan hem staan. Het kan zijn dat jullie net een kleine echo hoorden. En fuck, we krijgen hier dus de TVR Tuscan van. Volgens mij is dat een oudere. Weet ik niet zeker. Maar die gaan we dus afmaken. Ik zet heel even mijn speakers uit. Voor het geval dat jullie echo's hoorden. En kijk, mijn auto staat zelfs op de afbeelding. Perfect. Ja, we gaan dus voor de M2. Dus eerder gebruikte ik deze Infiniti. Die was echt... mad. Dat is echt insane. En voor de volgende race... misschien een BMW'tje. Nee, ik denk dat we voor Mercedes gaan. Waarschijnlijk voor deze. Die hebben we laatst ook gewonnen. De AMG Black Series. En dan hebben we deze straks pakken. Maar we beginnen met onze M2. Het begint volgens mij wel donker te worden. Dus ik denk dat we zo meteen een gedeeltelijke nachtrace hebben. En er staat een M1 naast mij. Is dat een M1? Of is dat een M2? Best lastig om te zien. Volgens mij de 1. Vrij zeker. Ik weet niet, die vind ik er altijd een beetje raar uitzien, die M1. Die zijn net iets te klein.
Mijn favoriete model is de M3. Dan waarschijnlijk M4, dan M2. En daarnaast, I don't know. Ik vind de M5 te groot, de M1 te klein. Ik vind de Z-modellen verschrikkelijk. Ik heb wel het idee dat ik lichtelijk underpowered ben. Als ik kijk naar die auto's die voor mij rijden. Ik heb wel goede remmen. Jezus, dat was netjes. Maar ja, op topspeed gaan we het waarschijnlijk niet redden. Dus het is daar echt puur bochtenwerk. Er komen veel bochten aan. Dus dat is mooi. Langzaam maar zeker lopen wij stapsgewijs in. We staan nou vijfde. We hebben nog even te gaan. Ik denk dat ik ze nog wel voorbij kom. We krijgen hier een paar hele scherpe bochten. En omdat dit... Oh, sorry. Omdat deze auto zo klein is... Is hij ook best wel agile. Dus kan je deze bochten wat makkelijker nemen dan hun. En we hebben hier RS6. Binnenkant bochtje. Pop, pop. En is het eindsprintje. Perfect. Ze zouden maar in principe hier nog wel voorbij kunnen komen. Vooral die RS6. Een stuk sneller. Maar ik denk niet dat dat nog gebeurt. Perfect. En volgens mij ben ik zelfs level up. Ik zag er iets onder in beeld komen. Al bij al. Die M2 rijdt wel echt heel erg lekker. Hij is net iets te traag. En dat is natuurlijk omdat hij niet volledig getuned is. Als je hem volledig upgrade, is hij stukken sneller. Maar hij rijdt lekker. Ik zei RS6, zelfs een RS4. Ik vond hem al klein lijken. Dat was geen RS6. Sorry. Het spijt me. Mercedes-Benz. We gaan over op de AMG. En wat ik had gezien bij deze AMG toen ik hem aan het tunen was, is dat je hier ook een whitebody kit voor hebt. Ik heb dit er niet opgegooid. Misschien dat ik dat binnenkort ooit ga doen. Ik ben over het algemeen niet echt een grote fan van whitebody. Maar... Ik weet niet, deze auto is sowieso al redelijk breed. Ik had wel die banden iets naar buiten moeten zetten, volgens mij. Maar... Dit staat mij toch wat meer aan. Dit vind ik echt een stuk vetter. Oh, dat geluid, man. Dat is echt heel erg bruut. I love it. Oké, we gaan hier dus zometeen de volgende race mee doen. Ik open even één wielspinnetje. Eentje. We hebben er daar ook nog vier over. Ik weet eigenlijk niet waar al die wielspins precies vandaan komen. Maar ineens had ik ze. Hé, ik ga niet klagen. De laatste race die was hier rechtsboven. Jop, daarom. Even één karren. Lekker dichtbij. Ik verwacht hier dus een stuk meer van. Maar tegelijkertijd ook dat deze een stuk minder zal rijden. Deze staan er sowieso wel onbekend dat ze flink slippen. En qua rijgedrag is die M2 echt heel erg nice. Nou is het wel dat ze niet... Ze vallen eigenlijk niet in dezelfde categorie natuurlijk. Een M2 en zijn C63, dat is niet hetzelfde. Ik denk dat je dan beter de M3 en de C63 kan vergelijken. Maar het gaat een beetje om het idee. Ik zal zometeen wel even een M3 pakken. Moet ik wel even kijken naar die levels. Want ik heb een paar BMW's die volgens mij flink overleveld zijn. En die kan ik dan niet gebruiken. Maar we kijken even wat we daar ook allemaal hebben staan. Oké, deze race is echt zowat middernacht. Ik heb geen idee. Het lijkt erop dat het al een beetje vroeg in de ochtend is. Of laat in de middag. Dat is maar net hoe je het bekijkt. Maar ja, deze auto moet dus een stuk sneller zijn. Qua handling verwacht ik wat minder. Ik weet ook niet of deze race echt meer is voor topspeed. Of juist... Dat ging allemaal maar net goed. Maar je merkt het inderdaad al gelijk. Deze auto weer heel graag dwars. Dat vindt hij leuk. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Maar niet voor een race. Oh, dit is een street... Waren die andere events ook street races? Volgens mij wel, of niet? Het valt me nou pas op. Ik zie nou pas wat er verkeer is. Oh, daarom is het natuurlijk ook allemaal in de nacht. Oh, makes sense. Godsamme zeg. Ik moet echt beter opletten. Voorheen bestonden die niet. Die zijn onlangs pas toegevoegd. Dat je championships hebt wat bestaat uit street races. Vandaar dat ik er eigenlijk nooit zo bij stilsta. Want dat was nooit echt een ding. Maar we staan momenteel nog steeds achtste. Het gaat niet echt fantastisch. Ook al is het niet dat we ver achter rijden of zo. We hebben wel een top 3 die een beetje losrijdt van de rest. Of een top 4 volgens mij zelfs. Jezus. Is dat een Tesla? Ik kon het niet goed bekijken.
Volgens mij niet. Volgens mij zit er geen Tesla in de game. Maar het leek even dat het een hoge Tesla was. Ik vraag me af wanneer die Teslas weer terug in de game komen. Want in Forza Horizon 3 zaten ze er wel in. En hier zijn ze er weer uitgehaald. Beetje een rare keuze eigenlijk. Dus ik vermoed dat we ze nog wel terug zullen zien. Door middel van of de Forza Shop. Of misschien met de Car Pass. Dat kan ook nog wel. En hier is het einde al. Oh shit. Oké. Top 3 finish. Volgens mij is dat prima voor Championship. Gok ik. We hebben niet gewonnen. Dat is, Ja, maakt geen zak uit. 54 punten. Maar valt me tegen, Mercedes. Valt me tegen. Ja, ik denk dat het ook een beetje te maken had dat je heel veel hoogteverschil had. Dus als ik dan naar boven wil rijden en zo, met dan achterwiel aandrijven, dat die continu weg wil slippen, dat niet erg fijn. En ik vind die TVR's echt zo lelijk. Ik heb serieus het idee dat wij iets beters gaan krijgen uit deze... Hoeveel wielspins hebben we gehad? Misschien 8 wielspins? Dat we hier iets beters uit gaan krijgen dan uit die 50 van de vorige keer. Dat vermoeden heb ik. En dat is best wel erg eigenlijk. Dat is best wel erg. Hij heeft misschien niet gewonnen. Maar hij is wel degelijk vetter. 100%. Dit ding is nice. Dit ding is sick. Oké. Ik ga weer even wat wielspins openen. We hebben de TVR gekregen. Ik kan hier even bijpakken. Dit is mijn TVR collectie. En de Griffith is dan die nieuwe die bij de Car Pass zat. En dan hebben we hier nog twee van 2005. Eén van 1998. Dit ding blijkt echt insane snel te zijn. En de Tuscan die we net hebben gekregen. Ze hebben allemaal een beetje dezelfde look. Behalve dan de wat nieuwere. Maar deze hebben allemaal een beetje... Ook altijd met die two-tone kleur. Kijk die auto. Dat is toch niet mooi, man. Ik vind het echt zo'n lelijke auto. TVR is volgens mij wel Brits, toch? Ik weet niet zeker. Bijzonder interieur. Ja. Snel zijn ze wel. En daar rijdt. Hoe zit het eigenlijk met de perks? Nee, ik wil perks kijken. Oh, we hebben een wielspin. Sure. Gelijk openen die handel. Wat, oh wat. Ik denk dat we die F-type krijgen, die eronder stond. Ja, volledig overtuigd. We krijgen die F-type. Wedden? Ik ga er geen woorden aan vuil maken. Waar zit die tussen? Oh, kijk. Gelijk een goedmakertje. Gelijk een goedmakertje. Kijk, de Honda Civic. 250k ernaast. Kijk, dat is gek. Ik zie het door de vingers. Daar doen we niet moeilijk over. Ik wil gewoon een keer zo'n hele oude klassieke Ferrari of zo. Er zijn er zoveel die ik nog moet hebben. Ik wil ze gewoon hebben. Gewoon voor de heb. Kan ik weer teruggaan naar die Honda Civic? Dat is eigenlijk niet waar. Ik heb meer dan $2000 dan aan Honda Civic. Ik heb al zo'n Honda Civic en niemand koopt ze. Dus ik kan ze wel proberen te verkopen. Maar niemand wil ze hebben. Ik heb glamorous boots. Heel erg glamorous. Lijken net werkschoenen voor de bouw. En de laatste. Voor nu tenminste. Ik denk dat we zo meteen nog wel een wielspin unlocken. En hier zit wederom helemaal niks in. Ik heb serieus het idee dat hoe meer wielspins je opent, hoe minder spul je krijgt. Dat ze dat zien of zo. Ik denk, oké, die dude die opent zoveel wielspins. Als we hem nou allemaal spul geven, dan is hij er gelijk doorheen. Dus geef hem maar allemaal rotzooi, zodat hij door blijft spelen om shit te unlocken of zo. I don't know. Maar ja, we moeten dus doorgaan naar dat AMG versus Empower event. Volgens mij zit dat ergens bij het festival in de buurt. Ik dacht dat het hier was. Ik weet niet zeker. Ik ga er even heen karren. Dan pak ik gewoon even die TVR. Ik vind het geen mooie auto, maar ik wil er wel even mee rondrijden. Als je kijkt naar de panelen op deze auto. Die achterlichtjes zijn allemaal van die individuele lampjes. Aan de voorkant exact hetzelfde. Beetje raar. Ik vind het een raar model. Hij is niet super snel, maar hij is wel gewoon vlot. Hij voelt redelijk licht aan. Dus, ja. Dat is wel een geinig dingetje. Dan ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar die andere TVR's. Want dit is al eentje van 2001. Echt een oudere.
Dus ik neem aan dat die nieuwere modellen een stuk beter zullen zijn. De kaashaas. Dat is dus wel anders dan de paashaas. En volgens mij is het hier. Hier is waar je die race kan starten. Ik weet het niet zeker. Even checken. Kan zijn dat ik het fout heb, want ik begin nou aan mezelf te twijfelen. Ik denk het niet zelfs. Ik denk dat wij dat event moeten hebben. Of dat event. Ik denk deze. Volgens mij moeten we dit event hebben. Nou, ik kan even kijken waar die bij staat. Maar volgens mij is dit de verkeerde plek. Custom events. Wat oh wat kunnen we vinden. AMG. We hebben wel Lamborghini versus Ferrari. Dat is iets voor de volgende keer. Of in ieder geval voor een keer. Collector Series. Met de Zenvo. Zenvo moeten we nog steeds eentje zien te krijgen. Kun je krijgen bij het completen van... zeg het eens. Van onze rental business. Dus daar kunnen we die nog steeds mee fixen. Ik heb zojuist een event gevonden. Dit is AMG versus Empower. Dit is geleveld tot volgens mij 800. Alleen alsnog kan ik 900 auto's pakken. Wat niet heel erg logisch is. Dus ik ga die bewust niet pakken, anders is het te makkelijk. Want deze is 930, 909. We moeten onder de 800 blijven. En de auto die ik eigenlijk wilde pakken, dat was waarschijnlijk deze M3. Dit is een widebody M3. Bijzondere livery erop. Ik hou helemaal niet van liveries. Ik heb persoonlijk liever zo één, maar deze is ook weer overleveld. Vrijwel alles wat ik heb is hoger dan 800, zoals je kan zien. Dus ja, we gaan deze race doen met deze M3. Is ook mijn favoriete model. Maar dan meer zo dan zo. Maar let's go. Ik vraag me af hoeveel Mercedes erbij rijden. Ik zie er daar al eentje staan. Maar ik zag net echt alleen maar BMW staan in dat laadscherm. Of slaatscherm. Je weet wel, dan staan ze op een rijtje. Dan kunnen ze hier staan. Allemaal BMW's. Dus volgens mij zijn er niet extreem veel Mercedes'en die hier meedoen. Dus een beetje zielig. Het is geen eerlijke strijd zo. Maar we kunnen even kijken hoeveel we er kunnen vinden. We gaan eens even tellen. Hoeveel Mercedes'en kunnen wij vinden? We hebben hier eentje. En tot op heden... Ah, ik zit nog een A'tje ervoor rijden. Dat is nummer 2. Verder rest rijd ik er alleen maar BMW's voorbij. En dat is serieus. Dat zijn de enige twee Mercedes. Want die zijn allemaal BMW's. Nou, eerlijke strijd dit. AMG versus Mercedes. 2 Mercedes versus 10 BMW. Cool. Yup. Fair fight. Ik denk zo meteen nog even 1 race gaan doen met Mercedes. Gewoon voor de eerlijkheid. En totaal niet omdat ik eigenlijk in een auto wil rijden. Ik zag net de SLS staan. En ik wil eigenlijk heel graag met die auto rijden. We komen eens even proberen. Kijken of het iets is. Ik heb hem volgens mij eerder ooit gebruikt, maar dat is lang geleden. Dus even kijken of het iets is. En ik moet trouwens zeggen, deze BMW rijdt behoorlijk goed. Hij is niet super snel, maar de wegligging, holy fuck. Dit ding is nice. Ik hoef vrijwel nergens te remmen. En ik doe het alsnog, omdat het een gewoonte is. Maar dit ding gaat snel de bochten heen, gek. Kijk maar. Ik hoef niet dat ik... Zonder enige moeite, gewoon vol gas. Niks remmen, remmen is vermietjes. Dat is heel weinig. Maar dit ding is insane. Niet voor niks mijn favoriete... Zijn mijn favoriete BMW. In ieder geval... Favoriete M3 model. Maar ik ga nog 1 race doen inderdaad met de Mercedes. Ik zag net ook een ander event. Dat was volgens mij voor level 900. Ik weet niet of het exact dezelfde race is. Ik ben bang van wel. En dat lijkt me een beetje meh. Blueprint. Ja, is er geen meh. De cancel is de meh. Ik ga voor de meh. Meh. Het is geen custom event. Dus waarom zou ik jou de kudos geven voor het maken van de race, terwijl je hem niet hebt gemaakt? Fuck no. Wat denken jullie? Zullen er weer zo weinig Mercedes zijn? Ik zie er al eentje staan, daarom. Een andere SLS. Maar ik heb het idee dat het voornamelijk allemaal BMW's zijn. Wat is dat toch, joh? Wat is dat toch? Is BMW echt zoveel populairder? Zijn misschien wat sportiever, I guess. I don't know. En rijdt daar nog een A'tje mee. Dat is nummer 2. In principe 3, want ik ben er ook nog. En ik rijd trouwens al 4e. Ik ben daar iedereen al voorbij gereden. Super casual.
En het is ook ineens plotseling herfst geworden. Het was net nog zomer. Het kan snel gaan. Het kan heel snel gaan. Maar deze auto rijdt wel lekker. Het probleem is dat ik hier niet zo vlot die bochten kan nemen als met die M3. Die M3 daar was echt vele malen makkelijker. Maar dit ding is natuurlijk heel erg tail happy. Ik heb ook geen idee wat voor event het eigenlijk precies is qua leveling. Want ik ben volgens mij level 850. Maar ik weet niet voor wat voor level dit gemaakt is. En dat zullen we waarschijnlijk pas aan het einde van de race zien. Dan kunnen we zien welk level hun allemaal hebben. Maar ik dacht dat het meer voor 900 was. Of voor Unlimited. Ze rijden allemaal weer mooi dicht bij elkaar. Ik denk dat er nog wel wat mogelijk is. Maar we hebben niet heel veel tijd meer. Dus het zal snel moeten gebeuren. Dus we gaan nu zo meteen links. En dan is het volgens mij een eindsprintje. Naar het einde. Jop. Kan ik er hier nog iemand voorbij? Jop. Oh, jop. 2. En nummer 3. Oh, dat was niet helemaal de bedoeling. Fuck, ik wist niet dat hier nog een bocht zat. Ik dacht dat hier letterlijk de finish was. En was een klein beetje scuffed. Maar wel eerste geworden. Ja, ik vind echt een vette bak die SLS. Vallen hoe die deuren open gaan, dat is echt ongekend. Ja, ongekend. Die oude Mercedes had dan natuurlijk, die Gullwing. Maar ik bedoel gewoon vergeleken met de meeste auto's. Blueprint. Wederom ook een cancel. Je hebt hem niet zelf gemaakt. Fuck off. We hadden volgens mij geen wheelspins meer gekregen, of wel? Nope. Niks meer te openen, nada, noppes. Dan ga ik hier de episode beëindigen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Dan ben ik nog vergeten om te kijken wat voor level die andere auto's hadden. Maar ik ga hier de video beëindigen. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van wat meer Forza Horizon 4. Laat in de comments achter wat jullie liever hebben. Mercedes of een BMW. Ik persoonlijk ga waarschijnlijk voor Mercedes. Maar laat me achter in de comments. En als je het leuk vond, laat sowieso een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Adieu.